Nou, gewoon super vet. Als je zo'n raket wel echt weg ziet gaan, schrok me vanochtend ook helemaal kapot. Dus ja. Het gaf echt een hele grote kick om een echte stinger te schieten. Het was best wel vet om te zien, want je verwacht eigenlijk toch niet dat het zo'n heftige knal is. En als het dan komt, dan heb je toch wel een soort kippenvel momentje van, oh, dit is toch wel heftig. Toen keek ik even op mijn smartwatch en zag ik mijn hartslag met plus 40 omhoog schieten. Dit zijn de luchtverdedigers van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Ze zijn 4 weken op Kreta om te vuren met de zwaarste raketsystemen van Defensie. In deze periode zullen ze op Kreta met verschillende raketsystemen deelnemen aan een schietoefening. De toenemende spanning in de wereld is beter voelbaar dan ooit. Het conflict in Oekraïne laat ook zien dat het niet alleen meer kleine of onderontwikkelde landen zijn waar deze spanning zich afspeelt, maar ook in landen die vergelijkbare capaciteiten hebben als wij. Lucht- en raketverdediging is daarom belangrijker dan ooit. De mannen en vrouwen van het DGLC kunnen wereldwijd ingezet worden om deze dreigingen tegen te gaan. Op Kreta ligt de NATO Missile Firing Installation. Een speciale schietbaan voor raketten waarbij op doelen boven de Middellandse Zee wordt geschoten. Daar worden kilometers zee en luchtruim vrijgehouden om veilig te oefenen. Hier krijgen de luchtverdedigers de kans om te werken met de grootste raketten van de Nederlandse landmacht. Echte raket lanceren gaat niet zomaar. Voordat het daadwerkelijke schieten begint, moet er veel voorbereid worden. Even kijken, zijn we compleet? 6, 3. Check. Goed, vandaag en morgen. Ik heb het ook al op de app gezet, maar het is even aankijken hoe de dag gaat lopen. Vandaag gaat er een link worden gelegd met Huzum. Huzum die komt dan in het commando. Dat is onze high echelon en zij zullen uiteindelijk een beetje de oefening gaan bepalen. Daar zitten de hogere officieren die de gehele oefening aansturen. Daarom moeten we dus ook continu op wachten voor veel informatie. Hoe ziet er vandaag dan een beetje uit? Nou, straks de geëvalueerde recce onder leiding van luitenant De Graaf. Verder, er zou een intel update zijn. Tijd is nu nog onbekend. En ja, dan is het een stukje Kreta. Dan is het even flexibel zijn en wachten totdat er wat gebeurt. Succes! De Patriot is een grond-luchtgeleide wapensysteem voor de middellange afstand tot wel 160 kilometer. De Patriot kan vliegtuigen en helikopters uitschakelen, maar ook zeer snelle ballistische en kruisraketten. De raket die wordt afgevuurd is de grootste en snelste in bezit van de landmacht. Het Patriot raketsysteem wordt bediend en onderhouden door 802 Squadron, een eenheid die onderdeel vormt van het DGLC. We zijn hier zo aan het wachten totdat we de eerstvolgende call krijgen om daadwerkelijk te beginnen met de recce. En tot de tijd is gewoon afwachten. Beetje relax. Alles controleren, de spulletjes. Baggers controleren, crypto kijken, crypto items ophalen. En tot die tijd is het wachten. Check, geen radio's. Bij aankomst van een grote briefing denk ik dadelijk ook aan de brandblussen en de EDO's voor de voertuigen. Tijd al weg mogen rijden. 0-10-15 local, 0-7-15. Ik heb coördinaten doorgekregen waar al ons materiaal komt te staan. Die ga ik nou hier in dit apparaat zetten. En dan kunnen we als een soort navigatie gebruiken om naar die punten toe te rijden. Om vervolgens andere dingen in te meten.
rekje is een verkenning. We gaan kijken daar zo in de trein of de trein geschikt is om ons systeem daar neer te zetten. En dan gaan we daadwerkelijk de punten inmeten waar, waar het systeem komt te staan. En daar gaan onze collega's van de lancering en de vuurleiding, die gaan daadwerkelijk op die opgedragen posities die wij hebben ingemeten, gaan ze daar gaan staan. Nou, het is belangrijk om dit uit te meten. Als wij niet de posities juist inmeten, dan missen we ons doel. Voor het afvuren van NASAMS en stingers worden voorbereidingen getroffen. Wij hebben ons geplaatst vanaf de cantonment area naar hier. Om dadelijk onze voertuigen klaar te gaan zetten. En te gaan testen of het alles nog werkt, de verbindingen met elkaar leggen. En dat gaan we dadelijk doen. Het NASAMS, Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, is een grondgebonden luchtverdedigingswapensysteem voor de middellange afstand tot 20 kilometer. Het systeem maakt gebruik van AMRAAM-raketten. Het DGLC beschikt over meerdere NASAMS-systemen. Die bestaan uit een vuurleidingscentrale, een radar en drie lanceerinrichtingen die elk 6 AMRAAM-raketten kunnen afvuren. De lanceerinrichting wordt vervoerd per Scania-vrachtwagen, maar wordt op de grond gezet voor het vuren en herladen. Samen met de Stinger Weapon Platform Fennec en verschillende radarsystemen vormt het de Army Ground-Based Air Defense System voor de verdediging van objecten en eenheden tegen luchtdreigingen op de korte en middellange afstand. Het NASAMS-systeem wordt bediend en onderhouden door personeel van de 13 luchtverdedigingsbatterij. Nou, we staan nu op de firing range. Launcher is net klaargezet. En nu ben ik alle data aan het invoeren in de LCT. Een soort robuust smartphone. En hier kan je alle instellingen op intypen eigenlijk. De alert direct in, waar komt de vijand vandaan, de dreiging. Dus dan staat hij op die kant op, die kant op. En we kunnen ermee testen. En er kunnen foutmeldingen uitkomen of hij is goed. We zijn even een nieuwe draad aan maken. Want je hebt ook wel eens dat de bak niet goed beladen is. En dan moet je het oplossen. Dus we gaan even met de hand de draad maken die we normaal op haspel hebben. En dan even 60 meter uitrollen. En dat keer twee. Ja, ik heb heel veel zin in het schieten. Ik ben heel benieuwd naar wat die allemaal kan. In onze groep zijn er twee die ooit eerder geschoten hebben van het hele peloton. Ja, dit was echt wel een hele gave week. Zoals al eerder aangegeven, beschikt het DGLC over de Stinger Weapon Platform Fennec. Deze luchtverdedigingsversie van de Fennec is voorzien van een volledig geautomatiseerd Stinger Launching System, waarop 4 Stinger-raketten tot vuren gereed zijn geplaatst. De Stinger kan, dankzij zijn infraroodgeleide zoekop, zelfstandig een doel volgen na afvuren.
Deze fire-and-forget capaciteit maakt het mogelijk om direct na het afvuren in dekking te gaan of om een ander doel te bevuren. De Stinger Weapon Platform Fennec wordt bediend en onderhouden door personeel van 13 luchtverdedigingsbatterijen. Er staat geen badnummers bij. Maar als wij gewoon afstemmen welke wij zijn. 3, 4. Nog één. Twee units. Ja. Ik pak 4. Ja, oké. Okay. Gaan we inladen. Ja. We zijn nu het voertuig te maken voor de staging. Zodat we weten dat alle netwerken goed met elkaar kunnen communiceren en praten. Zodat we uiteindelijk over een aantal dagen de firing in kunnen. Geen probleem. Nu de eerste voorbereidingen zijn gedaan, is het tijd voor wat ontspanning. De luchtverdedigers hiken over het Griekse eiland. We zijn nu een wandeling aan het maken. Een beetje om de saamhorigheid te verbeteren en zo. Dan weer ook met andere groepen gaan. En ja, tot nu toe gaat het aardig. Lopen is soms een beetje lastig. Dus een beetje heel goed opletten waar dat je loopt. Maar ja, het weer is prachtig. Tikkie aan de warme kant. Kijk naar dat uitzicht. Dat is toch prachtig. Ik heb ondertussen 4 keer mijn enkel verzwikt, maar ik overleef het al. Komt goed. Het is nog een klein stukje en dan zijn we bij het strand. Yes, gehaald. Het was een mooie tocht. Eindstand 5 of 6 keer mijn enkel verzwikt. Maar nee, het was een mooie tocht. Mooie uitzichten. Iedereen heeft goed op elkaar gelet. Dus ja, ik heb het toch wel naar mijn zin gehad. En nu een mooie beloning met, ik hoop straks een biertje. Pak er even een en kom dan even kort staan. Nu is het echt tijd om de luchtverdedigingssystemen te laden met raketten. En dat is toch best wel spannend. Iedereen is 100% geconcentreerd. Door naar de volgende voor overzicht. Ja. Kist sluiten en gewoon mieren leuk alle punten. Ja. Zien. Ja. Achter jou, overigens was dat. Ja. Hij is goed. Controleer de kabel en de stuurmotor buiten de beschadiging. Kijk jij bij jouzelf alsjeblieft. Ja, gezien. Ja. Is goed. Plezier in richting het droogtestand. We zijn nu bij de missiloading. Links wordt de Amram geload en wij gaan dadelijk de Fennec missiloaden. Het zijn nu de Sting. Nu is de hoofdploeg is nu aan het loaden. En dadelijk gaat mijn crew de missiload plaatsvinden. Uitvoeren. Controleer het IR-venster of breuken dan wel krassen. Is er niet op? Ja, is goed. Ja, klopt. Je moet opstaan. Kijk voor de antenne.
Goed naar boven. Yes. Ik hou hem even goed vast. Dan ga ik hier de kap verwijderen. Yes. Ja? Sta jij maar af. Oké. 3, 2, 1. Ik heb hem vast. Jij maar daar maar dicht. Let je hoor. Ze hebben zojuist de stinger daadwerkelijk in de toren gedrukt. Dus het punt waar je het gevoeligst moet zijn, het voorzichtig moet zijn. De gas- en lekte-aansluiting zijn redelijk gevoelig. En die worden zo min mogelijk storing creëren. Dus nou, dat doen ze tegelijkertijd aftellen voor het plaatsen van de stinger. Zodat er beschadigingen kunnen voorkomen worden. Wat kan je kappen? Gezonde spanning. Gezonde spanning. In principe, we hebben dit al best wel vaak geoefend, dus het moet goed gaan. En ja, gaat het ook wel goed komen. Ja, nu is het alleen, er zit iets meer springstof in dan wat wij mee oefenen. Het moment is bijna daar. Ondanks dat ze vaak trainen in de simulator, is een echte raket afvuren toch echt een stuk spannender. De luchtverdedigers zijn er helemaal klaar voor. Tijd om te vuren. Met het succesvol lanceren van de raketten is de oefening geslaagd. Het wegschieten van die missile vind ik geen crew effort, maar dat is een fire unit effort. En ik wil jullie allemaal bedanken. Ik ben super trots op jullie. We hebben die missile echt fantastisch weggeschoten. En vanuit mij echt super bedankt voor het super harde werk, de fantastische samenwerking,
En uiteindelijk ook een mooie uitvoering van het uitvoeren van onze missie. En ik heb eigenlijk één laatste ding om dit af te sluiten. En dat doen we gebruikelijk met... Missel! Away! Missel! Away! Missel! Away! Lekker! Away!